Op een school waren er kinderen die veel van atletiek hielden. Na school gingen zij altijd trainen. 25, 26, 27. Je bent nu wel goed opgewarmd. Zullen we nu de 100 meter gaan doen? Kom, we gaan naar de startlijn. Sorry, Milan, gaat het dus op de paal. Kom, lijkt me. Iedereen klaar voor de start? Ja. 3, 2, 1, start! Thuis wisten de ouders van Milan nog niets. Ja, is wel leuk. Oh nee, Milan! Lieve schat, wat is er met je gebeurd? Wat is er gebeurd? Niks. Ik ben een beetje aangereden door een auto. Door een auto? Want atletiek is veel te gevaarlijk voor je. Je gaat niet meer op atletiek. Nee, maar dat is het enige ding dat ik leuk vind. Okay. Nee, het kan niet meer. Nee, maar papa, kun je niet iets opzoeken waar ik veilig kan sporten? Oké, schat. Dan gaan we een keertje kijken of we iets veilig voor hem kunnen vinden. Oké, is goed. De ouders van Milan gingen op internet gelijk op zoek naar een geschikte atletiek. Oh, dit is niet voor Milan. Dit is alleen voor ziende kinderen. Maar kijk daar wel, woerden ze winnaars. Wat is dat eigenlijk? Ja, kun je dat misschien uitprinten? Ja. Atletiek, woerden ze winnaars. Dat is toch iets voor Milan, hoor? Ja. Milan, we hebben een verrassing. Jij kan nu naar een veilige atletiekvereniging. De woerden ze winnaars. Lieverd, ik moet eerst gaan bellen. Oké. Met de woerden ze winnaars. Hallo, ik spreek met familie Jansen. Mijn zoon is dol op atletiek en hij is een beetje blind. Dus ik heb gezien dat hij ook op uw vereniging kan. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Oké, wanneer kunnen wij naar u toe komen? Nou hoor, volgende week. Oké, dan zien we u dan. Dag. Het is gelukt, Milan. Yay! Yay! Oh, gaat het? Kom maar. Dat ding is weer dicht. Het schema voor volgende week en de schrift is komen ze meteen dan. Ouders van een jongen van Milan. Oké. Is dit de Woerdense winnaars? Ja, dit is de vereniging de Woerdense winnaars. Ja. Hallo. Hoi. Ja. Hallo. Hoi. Hoi. Ja, dat is ik, Milan. Zijn. Ja. En jullie zijn ouders? Ja. Onze Milan houdt superveel van sport en we vroegen af of hier nog plaats is voor hem. We moeten even controleren of hij echt blind is. Nee hoor, hij is echt blind, maar ik weet niet hoe jullie hem willen controleren, maar gaat u gang. Nou, daar hebben we een wetenschappelijk onderbouwde test en die gaat mijn collega nu uitvoeren. Nou, ik zie geen enkele reactie, dus uw zoon is toegelaten op de sportvereniging. Oh, dankjewel. Dan gaan we volgende week naar de eerste training. Milan trainde 10 jaar lang fanatiek. En tijdens de Paralympics van 2024 was hij een van de favorieten. Welkom bij het Olympisch Journaal. We gaan zo naar onze verslaggever. Straks hebben we een gesprek met sporters die heel veel succes hebben. Hallo allemaal, dit is de Smoeselkamer en jij bent blijkbaar een van de sporters? Ja. En denkt u dat u de 100 meter gaat halen? Ja, ik denk wel dat we een gouden medaille gaan winnen met Milan. En dit is de ster natuurlijk, Milan zelf. Heeft u er zin in? Ja, zelfs toen ik een kind was, vond ik atletiek al leuk. Op de dag van de openingsceremonie van de Paralympics moest Milan ook zijn 100 meter lopen. Die hij met een grote voorsprong won. 'S Avonds werd Milan in het Holland House gehuldigd. Milan, 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 Milan. Welkom allemaal bij het Holland House. Hey! Mag ik een groot applaus voor onze held van de Olympische Spelen, Milan Jansen. Hey! Milan, we zijn super trots op je. Je hebt 5 gouden medailles gewonnen. Hey! Ik vind het ook waanzinnig tof en ik ben ook trots op mijn fans. Let's party! Hey! Milan was de grote held.
maar bleef altijd wel kleine ongeluk zelf.